Ja, Bart van den Akker van het Home Computer Museum in Helmond. Ik heb iets gelezen over een rol in digitaal erfgoed. Kun je maar dat precies uitleggen wat jullie gaan doen? Wij gaan per begin volgend jaar gaan wij voor alle culturele instellingen in Nederland hun oude digitale media inlezen. Er is een onderzoek geweest dit jaar, dat is onder andere Koninklijke Bibliotheek, maar ook Beeld en Geluid, die hebben daar onderzoek naar gedaan. Dat culturele instellingen, dus ook musea, in het verleden data hebben opgeslagen op media. Bijvoorbeeld CD-ROMs, maar ook diskettes en Sidequest drives, Zip drives, noem het maar op. En zijn ze achtergekomen dat die data niet meer in te lezen is. Want je kunt op dit moment geen enkele diskettestation meer kopen. En wij hebben daar dat onderzoek hebben wij gevonden en daar zijn we op ingesprongen dat wij die media voor hun gaan uitlezen. Met als bijkomend voordeel dat wij het ook nog in kunnen lezen op de originele computer. Met de originele software en daarin ook een advies kunnen geven hoe dat wel in de toekomst op een iets toekomstbestendigere manier kan worden opgeslagen. Wat zou dan een reden of oorzaak kunnen zijn van die ongelezen data? Men heeft in het verleden natuurlijk besloten om dat op een bepaalde drager in te zetten. En dat kan zijn een diskette. Men heeft ooit mooie bestanden gevonden of een document opgeslagen met informatie. En die hebben ze opgeslagen op een medium. En ja, die media veranderen. En dat is dus nu in een situatie dat die niet meer ingelezen kan worden. En dat is wat wij nu gaan doen voor alle culturele instellingen. En daarnaast ook voor particulieren en voor bedrijven. Waarom zijn juist jullie gevraagd? Omdat wij hier meer dan 400 computers klaar hebben staan om media in te lezen. We hebben ook heel veel soorten media. En wij kunnen dat inlezen op de originele computers. Dus dat wil zeggen dat als er een bestand gemaakt is op een oude Macintosh, wij dat op die oude Macintosh kunnen inlezen en die bestanden kunnen omzetten naar een modern formaat, zodat dat weer toekomstbestendig kan worden opgeslagen. Ja, ook de Koninklijke Bibliotheek Den Haag en de Universiteit Friesland doen mee. Wat is precies hun bijdrage hierin? Ook hun zijn van de zogenaamde digitale hubs. Er zijn drie punten in Nederland die dat gaan doen. Waaronder dus in Friesland en in Den Haag. En wij zijn het derde punt gewoon. En wij doen dan het zuiden van Nederland. Ja, 2021 januari jullie starten. Het is nu november 2020. Wat gaat er in die 2 maanden nog gebeuren? In die 2 maanden gaan wij sowieso al doen. Wij doen het op dit moment ook al. We gaan vanmiddag... Wordt dit landelijk bekendgemaakt. Online wordt dat heel groots aangepakt. En per januari wordt dit in principe voor alle culturele instellingen die dat dan bij ons gratis kunnen doen, wordt dat gedaan.